Hetty Willemsen werkt voor het bedrijf Public Area, dat onaangekondigd verpleeg- en verzorgingshuizen bezoekt en beoordeelt. En zijn jullie ook welkom? Over het algemeen zijn wij welkom daar bij die verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Nou, wij steken daar de thuisvoelthermometer in. Dus de thuisvoelthermometer? Ja, dat zijn vooral kwaliteiten op het gebied van hoe is de levenskwaliteit, hoe is het met recreëren gesteld, hoe gastvrij word je ontvangen, hoe is de buitenruimte en de binnenruimte ingericht, hoe is het eten en het drinken, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk, lekker eten en lekker drinken. Het gaat hierbij niet om een oordeel over de kwaliteit van de medische zorg, maar om de vaak even belangrijke sociale aspecten van huizen. Wij noemen onszelf wel eens gekscherend de Johannes van Dam van de ouderenzorg. Naar de overleden horeca... Recensent, ja, die in het Parool dan ook elke week zijn bevindingen van een restaurant aangaf. En wij waarderen de centra die we bezoeken ook met theekopjes op een schaal van 5. Al 90 instellingen hebben een bezoek gekregen van Hetty en haar compagnon. Alle beoordelingen staan met foto's en al op de website. Andere huizen kunnen er een voordeel mee doen. Nou, dit is de laatste die wij gedaan hebben. In Lelystad. Wij maken, want we lopen ook altijd een rondje om het gebouw. Dus dan maken we ook allemaal foto's van de, hoe bijvoorbeeld een entree is. Wij zeggen bijvoorbeeld van deze entree. Nou, dat is niet een hele gasvrije entree van... Van buiten. Veel, niet? Nou, veel steen, geen bankjes om te zitten, de scooters en de auto voor de deur. De beoordelers melden zich anoniem bij de huizen, zodat die zich niet beter kunnen voordoen dan ze zijn. Eigenlijk jokken jullie een beetje. Een klein beetje wel, maar het is wel voor de goede zaak. Jij hebt dat uitgedraaid, hè? Ja. Van waar we heen gaan, ja, toch? Ja, want via een vriendin heb ik een moeder bereid gevonden. Okay. Die gewoon heel erg leuk woont, waardoor ze heel lang zelfstandig zou kunnen blijven. Er is iets voor mijn tante ook gewoon. Leuk, hè, met die hechtjes er zo tussendoor. Dat vind ik wel sympathiek. Ja. Maar dit lijkt wel de achterkant van het gebouw, hè? Want wat hier zit is hier nou? Een spat aan de... Nou, zo kan nog als je zegt. Een huistechniek. Nou ja, ik heb net spataderen gehad. Oh, dus kijk, nou jij wordt al ervaringsdeskundig. Voor mij zou het ook wel handig zijn. Ook weer met een plakbandpapiertje. Maar ja, goed. Ja. Het is er wel, hè. Maar het is wel heel erg leuk dat het zo'n open balustrade is. Hè? Vaak zie je in van die huizen dat die gangen zo binnenin zijn. En dan word je ook zo naar binnen gericht. Nee, maar dit is gewoon hartstikke leuk. Nou, we gaan eens even mevrouw Tjerski. Ja, wat goed. Ja. Is dit uw woonkamer? Ja. Nou, wat geweldig. Hoe bent u hier gekomen? Was nou, het makkelijk? Vanwege dat mijn huis afgebroken werd. Oh, oké. Okay. En was dat hier vlakbij, dat huis? Ja, misschien 100 meter ervan af. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dus een lekker balkonnetje, maar daar kan je makkelijk met een paar mensen op zitten. Ja. Ah, je zit hier lekker, je kijkt hier toch lekker ver weg. En hoeveel kamers heeft u nu? Drie kamers. Ja. Nou, dat is ook heerlijk. Maar het is hartstikke leuk dat ook die badkamerdeur zo doorloopt. Ja. En heeft de slaapkamer ook een deur naar het balkon toe, mevrouw Tjerski? Kijk uit, hè. Een hond. Ja, de hond. Weer een hond. Schuifpui. Oh, er zit hier een schuifpui in. Ja, even leuk.
Het was een heel leuk bezoek, denk ik. Hè? Dat, maar nu moeten we natuurlijk als een gek even weer onszelf dingen die we gezien hebben op een rijtje zetten. Ja. Want we moeten daar natuurlijk wel weer een verhaal van maken. Zullen we hier maar even zitten? Ja, we gaan hier even lekker zitten. Ik denk dat het even ook belangrijk is van hoeveel theekopjes geven we het nou? Ik zou zelf zeggen... Nou, ik vind wel 3,5, 4. Nou, ik vind zeker vier, want 3,5 als we dat geven, is toch eigenlijk dat wij zeggen... Ja. Zo, dus eigenlijk, als ik kijk naar het zelfstandig... Naar de woning ook, is fantastisch. Ja, ik vind eigenlijk wel 4,5. Maar die plint, daar moeten ze wel veel meer aan doen. Ja, ze zeggen 4.